Ja, we verliezen een geweldig mens. Als burgemeester heeft hij voor Roy, ons dorp, heel veel betekend. Hij stond midden tussen de mensen en hij was daar wat hij moest zijn. Vooral binnen het verenigingsleven was hij altijd wel present, ja. 3 weken geleden nog vol in het leven en nou niet meer. Dus dat grijpt je aan. Je gelooft het niet. Ik wist dat het niet zo goed ging. En dan komt het toch nog onverwachts. 2013, wat betekent dat voor u als burgemeester? Nou, het grote punt is dat het vertrouwen is eigenlijk de basis van alles. Als het gaat om integriteit, als het gaat om de crisis waar we in zitten, alles draait om vertrouwen. En vertrouwen, op het moment dat je het niet hebt, als je elkaar niet vertrouwt, biedt dat onzekerheid. Nicky, welkom. Ja, je valt bijna in mijn armen, maar je zal tot ziens zelf. Hallo. Ja. Dankjewel. Dat is wel iets unieks. En ik vind dat we best mogen laten zien dat ook de politie sint Oederode 100% achter Nicky staat. Het was de burgemeester zelf die Nicky op geheel passende wijze afleverde op een overvol marktplein. Burgemeester, laat die pen maar houden. Kom maar. Heeft u dat vaker gedaan? Nou, ik ben vanmorgen nog een paar rondjes geweest rijden, dus ik denk dit maken we. Ik was Prins Carnaval 2003-2004 en in november zou die geïnstalleerd worden. En we kregen op zaterdagavond kregen we bericht van dat de nieuwe burgemeester op de receptie kwam. Dus toen hebben we s'nachts tot 4 uur dan een ketting gemaakt, een burgemeestersketting. En hij kwam samen met mevrouw Anneke en toen hebben we hem inderdaad tijdens de receptie hebben we hem geïnstalleerd als burgemeester. Dus we hebben hem eigenlijk als eerste de ketting omgehangen. Peter was recht door zee. Hij kon ook wel eens hard zijn in zoverre dat hij de verantwoordelijkheid ook bij de clubs neerlegde. Van de andere kant was het wel iemand die inderdaad midden in het carnavalswereldje stond. We hadden het voordeel natuurlijk dat hij zelf in zijn verleden ook op de plank, bij de Prinsinnedag op de plank had gestaan. En dat hij het carnavalswereldje natuurlijk snapte als geen ander. En ja goed, dat, als je een burgemeester uit het zuiden krijgt, dan heb je daar geluk mee. En op die manier hebben wij geweldig kunnen samenwerken. De carnaval in Sint-Oederode, oftewel Papgatsas. De dag voor de grote optocht overhandigt de burgemeester de sleutel van het dorp aan de nieuwe prins. Vanaf dat moment is hij voor even de baas van het dorp. Met deze dag stopt Papgat op zijn kop, dus ga! De momenten waar ik zelf het meest van geniet, ik kom er net ook weer vanaf, zijn toch op een gegeven moment even op bezoek bij de 50, 60-jarige huwelijksechtparen. Dat ik bij die mensen aan tafel ga zitten, gewoon met een kopje koffie en een Mariekuksje, zeg ik dan wel eens even op zijn Brabant. Ja, ja. Gewoon lekker buurten. Op een gegeven moment toch de mensen elkaar leren kennen. En ja, soms dan krijg je toch dingen naar je toe waarvan je dacht, hé, daar moeten we toch ook als gemeente aandacht aan besteden. En ik kan bij zo'n momenten kan ik natuurlijk ook een uur, anderhalf uur lang, kan ik echt aandacht besteden aan die mensen. En dat is zo dankbaar werk voor de mensen zelf, maar ook voor mezelf. Als ik dan aan Peter terugdenk, dan denk ik toch aan 11 jaar lang wethouderschap. Met 11 jaar Peter als burgemeester. Ik heb hem zelf mee helpen uitzoeken. Als burgemeesterskandidaat. En we zochten een burgervader en die hebben we gekregen. Ik denk dat Peter echt een mensenmens was. Hij kende iedereen. Hij wist heel veel van de mensen, wat ze deden, wat ze bewoog. En waar ze mee zaten. En in goede en slechte tijden ging hij naar de mensen toe. Hij was er gewoon altijd bij als dat nodig was, als burgervader. En hij was gewoon echt een mensenmens. En dat zochten we als burgemeester en dat hebben we ook gekregen. En ik ben ervan overtuigd, of met Boksel of met Veghel, dat we in ieder geval een omvang hebben waarvan we voor de toekomst, de komende 15, 20 jaar, voldoende voorbereid zijn op de taken die er dan liggen. Ik kon ook heel erg vasthoudend zijn. Als ik dan weer terugdenk aan hoe dat Fioretti College hier is toch weggegaan. Nou, tot aan het gaatje in Den Haag zijn we gegaan om proberen het voor Roy te houden. En dat was ook wel typisch Peter, niet opgeven tot het allerlaatste geprobeerd is. Het is nu januari 2014. Waar hoopt u dan te staan ten aanzien van de gemeentelijke heroriëntatie? Nou, dan sta ik in die zin, dan hoop ik wel dat er duidelijkheid is dat we weten waarvoor we kiezen. U weet dat we in 2014 gemeenteraadsverkiezingen hebben. Er komt een nieuwe gemeenteraad in Sint-Oederode, dat kan ik zeker vertellen. Maar ik hoop wel dat die nieuwe gemeenteraad samen met de raden van omliggende gemeenten wel gaan werken naar die toekomst toe. Zodat we in 2017, 2018 in die nieuwe gemeente, dat we die vorm kunnen gaan geven.
grote projecten sowieso, projecten in het centrum, de centrumontwikkelingen die we gehad hebben. Als ik gewoon noem, ik denk dat de komst van de Rabobank, die was niet helemaal onomstreden. En daar heb ik zelf toch ook wel geprobeerd om daar maximaal de Rabobank Schijndel Sint-Oederode naar Sint-Oederode toe te kennen. Maar als ik daar nu van terugkijk, zeg ik nou, mooi dat dat gelukt is. Plan Dotterbloem wat we gehad hebben, zeg maar nou, schitterend plan. En eigenlijk zeg ik van, Odendaal overigens niet te vergeten. Ja, zo als ik ja, zo even al de projecten de revue laat passeren, nu ook weer Helden van Kien. Toch een project wat zeker al niet onomstreden was in Sint-Oederode zelf, na 25, 30 jaar. Nou, eindelijk staat er een project. En dat is op zich een hele mooie afsluiting van een hele mooie periode zelfstandige gemeente Sint-Oederode. Dat hij heel huids hier is. Kennelijk is de dommel toch diep genoeg. En nou, er zijn zoveel kinderen die hem hier willen verwelkomen. Dat is een heel mooi feest. Roy, behoorlijk eigenzinnig mag ik het wel noemen. De Rooienaar mag ook best overigens wat meer trots zijn op zichzelf. Maar Roy heeft een warmte, een gevoel waarop je met wat ik in Schijndel niet heb aangetroffen en in Veghel niet heb aangetroffen. En ik zou tegen de Rooienaar zeggen, blijf vooral jezelf. En tegen de nieuwe burgemeester van Meijerijs, dat zou ik willen zeggen, nou, blijf dicht bij die mensen, onder andere in Rooi, want ik denk dat dat het goud is van de nieuwe gemeente. Met pijn in het hart neem je dan afscheid van de gemeente Sint-Oederode om op te gaan in een mooie gemeente Meijerijstad, waar we allemaal het vertrouwen in hadden dat het goed zou komen, maar wel met pijn in het hart. Een mooi voorbeeld daarvan was wel dat toen Peter gevraagd werd om waarnemend burgemeester te worden in een andere Brabantse plaats. Toen heeft hij met tranen in zijn ogen ja gezegd. Want toen werd het concreet dat Sint-Oederode op zou houden Sint-Oederode te zijn. Dat zijn burgemeesterschap hier op zou houden. En met tranen in zijn ogen heeft hij daar ja op gezegd. Ik zie hem nog staan. Ik denk dat het een bijzondere eer is om op deze wijze even het werk, want ja, of je het goed hebt gedaan, dat weet je nooit. Je probeert met hart en ziel probeer je de beroep uit te oefenen, dicht bij de mensen. Dat heb ik altijd geprobeerd. We zeggen ook altijd, je moet jezelf blijven. We hebben geen toneel hoeven te spelen. En we hebben met echte interesse voor de mensen hebben dit gedaan. En als je dan als compliment zegt met ereburgerschap, nou, dan gaat er wel wat door je heen. Ik denk dat wij een enorm persoon gaan missen, samen met zijn vrouw Anneke. Die stond altijd achter hem en die was er ook altijd bij. En dat wij hem gaan herinneren als een geweldig mens, waar we blij mogen zijn dat we inderdaad twee termijnen Peter als burgemeester hebben gehad. Ja.